Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dim de Remers. Haar naam, die daar zo aan het geven is, is Bea. We gaan zelfs de studio setting hier ook wat opbouwen voor ja, om de video's te reageren. Maar eerst gaan we naar de Antecorner is toe. Dat is morgen pas. Ja, ik had niet bij stilgestaan dat hem gesloten was. Bij deze, dan weten jullie dat ook. Omwille van privéproblemetjes. Oei, ja. Kan gebeuren, voilà, daarom. Maar het is nooit leuk als er privéproblemen Nee. zijn. Ik ben haar computer, die staat niet op Windows 7, die gaat terug naar Windows 10. Subiet. Dan gaan we gewoon even naar de winkel. Niet meer. Wacht, heb ik mijn portefeuille? Ja, oké. Check. GSM, check. Wat moet ik hebben hier? Even kijken. Koffie. Koffiefilters, choco, ja. Leg voor mij. En beleg voor haar. Let's go. En dan hier zelfs na het ontbijt lekker opruimen. Nee, eerst Wanneer? die studio maken. We gaan eerst die video opnemen. Ja, dat daar die gedeelte toch opruimen, dat we daar toch kunnen filmen, dat bedoel ik. Nee. Ik wil jouw video's naar een hogere level tillen. Ik wil mijn video's naar een hogere level tillen. Mag dat niet? Jawel, maar ik wil mij zo zien wat ik wil. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik ga nog ook kijken als er post is. Wat denk je? Ik weet Denk van niet. het niet. Niemand staat daar. Oh, het is zo mooi weer vandaag. Gaan we niet wandelen? Nee, oké. Okay. Allee. Wat? Ik wil wel misschien in de namiddag gaan wandelen als we niks te doen hebben. Dat is wel waar. Maar nu hebben we meer te doen. Yes. En nu is eigenlijk een mooi weer voor echt die Johnny. Schatje. Ja? We gingen die video opnemen wat we hadden afgesproken. Ja. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal terug. Ik ga nu richting de Carrefour rijden. Hier bij het OK-winkel. Hier dus in Alken. Zijn we een fan tegengekomen. Dus ja, daar zijn we gewoon mee op de foto gegaan. Dus geen enkel probleem. Dus ook wel met mondmasker en al. Dus daar letten we wel een klein beetje op. Oh. En mijn goede plank staat er wat omhoog. Komt dat? Dat is goed gevuld hoor, mijn wagen. Ja, ik zie het. Oh my god, we hebben echt gewoon gedreven. Oh, Jezus Maria Jozef. Ja. Wel grappig van die kijken, hè? Ja, ik heb het juist s'avonds ook gezegd. Hier op de OK-parking komen een fan tegen een Maxime. Ja. En dan heeft hij gevraagd voor op de foto. Dan heb ik ook al gezegd dat we met mondmasker op de foto zijn gegaan. Nee, hij heeft zelf gezegd dat hij in mondmasker gegaan is. Ja, maar ik bedoel dat wij met op de foto met mondmasker zijn gegaan. Ja. Dat bedoel ik. En automatisch als je een foto maakt, dan lach je toch terwijl je een Ja. mondmasker aan hebt.
Maar ja, ik kan niet te vlug. Nee. Kun je nog iets even maken? Ja, een klein beetje. Meer dan genoeg. Dus nu zijn we terug naar mijn appartementje aan het rijden. Ik ga mezelf goed uitlaaien. We hebben het goed gechopt, hè? Gechopt. Ja. Dus dan heb ik weer al wat eten en drinken thuis. Heb ik echt drinkers gekocht? Ja, jawel. Chocomelk. Ja, chocomelk, maar dat is niet echt drinken. Ja, nee, dat is voor echt bij de ontbijt. Ja. Maar nu zelfs gaan we ook nog lekker ontbijten. Dus als alles binnen is, het is eigenlijk al 12 uur. Het is eigenlijk middagmaal. En dan deze avond gaan we lekker... Lunchbrunch noemen we het dan, als we nog de ochtends niet gegeten hebben. Ah. Dan gaan we... dus deze avond gaan we macaroni met kaas en ijs eten. Dus wat ik zelf ook ga klaarmaken. Ik zal daar ook wel een kleine movie van opnemen, hoe ik ga koken. Dus bij deze. En hier zijn ze weer aan het voetballen. Ja, ik ben gisteren niet af kunnen komen naar het voetbal. Toen we waren gewoon back af. We waren echt back. Vooral jij, schat. Oh joh. De laatste tijd dat ik opnieuw weer al. Oeh, voilà, weer op. Voilà. Ik heb weer honger aan winkelen en ik ben weer aan moe. Weet je hoe ze dat noemen? Nee. Een luilak. Een luilak. Ja, ik ben geen luilak. Dank je. Nee, maar als je zo... Laat maar. Normaal, als je geeuwt overdag en je hebt geslapen, noemen ze dat een luilak. Ah, oké. Okay. Nu gaan we alles uitlaaien, dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. En nu ligt mijn hoede plank in één keer wel te goed. Ja. Allee, tot zelfs. En welkom nog eens op een kooksessie. Ik ga dus weer al eens macaroni met kaas en hes maken. En dat is zeer lang geleden nog eens een keer in mijn vlogs nog eens voorgekomen dat ik eens ga koken voor jullie. Wat hebben we nodig? Dus 300 gram macaroni. Dus de macaroni. Je doet de zaak open, heel rustig. En dan weeg je 300 gram. En dat is, ah ja, dat is voor 4 personen. Een beetje terugnemen, dat ik tot 400 gram heb. Voordat je begint ook natuurlijk... In deze tijden van corona, uw handen deftig wassen, dat heb ik ook gedaan. Voilà, ik zet al 300 gram macaroni. Deze leggen we terug. Dan hebben we dus warm water nodig, dus dat heb ik ook al gedaan. Voorbereid natuurlijk. Deze gaan we aan de kook brengen. Dus die zetten we op 6. Dan in gezouten water. Ah ja, de oven moet op 175 graden staan. Oké, 175 graden. Bij deze. Dus ook gezout water. Voilà. Dat is gezout. En dan gaan we voor... 75 gram boter doen. Maar dat kunnen we ook al rijstreeks al in de pan al doen, de boter. Hoe doen we dat? We zetten eerst het gestrolken, dat is gewoon op de weegschaal. De boter, die ben ik nog vergeten in de koelkast uit te nemen. Die gaan we dus even uitnemen. Voilà, de boter. Daarvan hebben wij 75 gram van nodig. Dus dan pakken we een mes erbij.
75 gram. Oh. Ah, nog maar 11. Oh, nog maar 21. Ik was in een grote stuk, hè. 39. 47. 52. 62. 67. Jullie zullen al gedacht hebben van, ja, hoeveel moet het nu weer al zijn? Dat moet 75 zijn. 73, 72. 72. Yes, 75. Voilà, ça. 75 gram. Dus de boter kan dan terug weg. En natuurlijk, als we bezig zijn, natuurlijk u voldoende vochtig houden. Dan drink je wat water. Voilà. De boter laat je dan smelten op een zacht vuurtje. Ah ja, dus we moeten ook nog de bloem afmeten. Dus ook 75 grammen. Dus daarvoor heb ik deze kommetje. Op on. 75 gram bloem. En mensen, ik krijg het warm. Oh, jullie zien mij nu lekker striptease doen. Woehoe. Voilà. Ah ja, ik heb niet op de verpakking gekeken op de macaroni. Hoe lang dat die moet opstaan. Dus 75 gram. Oké, hier gaan we. Yes, op de kop, man. Mensen, op de kop. Voilà. Dan, wat we nog moeten afmeten is... de kaas. Dat moet 200 gram zijn. Oké. 200 gram kaas. Gemakkelijk open te maken, schrijven ze. Misschien niet nat is. Dus 200 gram kaas, oké. Op de kop 200, voilà. Deze leggen we dan even aan de kant. Dus dan gaan we dat zo doen. Ja. Is het nog altijd 200? Ja, het is nog altijd 200. Oké. Hebben we dan alles? Ja, dan hebben we alles. Oké. Dan gaan we... dus het wegen is helemaal gedaan. Het water begint ook te koken. We gaan eens even kijken op de macaroni. Ik denk dat dat op moet staan. 7 minuten. Oké.
Hoe gaan we dat timen? Schatje? Mag ik je gsm? Wat timer? Okay. Ik heb dus mijn schatje haar gsm gekregen. Voor de timer op te zetten van 7 minuten. Stopwatch, timer. Plus, wacht daar, nee, oeh, timer. Toevoegen, wacht, annuleren. Verwijderen. Oké. 7 minuten. Dus 7 minuten. Oké, dus dat is nu aan het koken. Ik ga nu de macaroni dus toevoegen en dan zet ik de timer op. Op 7 minuten. Best dat je ook dit erbij neemt. En ook een klopper voor s'avonds de saus op te kloppen. De dampkap ook even aanzetten. Voilà, deze zijn er nu in gegaan. Deze klopper is nu eens goed op. Terwijl zet ik op een zacht vuurtje, nee, op een hard vuurtje nu mijn saus op, want dat moet heel rap gedaan worden. De timer heb ik ook nu gestart. Voilà. En de macaroni moet er dus nu 7 minuten in blijven. Ik ga die op deze vuurtje doen. Ja. Dan hebben we ook een liter melk nodig, dus we hebben de maatbeker niet nodig. Deze zetten we dan terug. Dan ga ik ook nog wel de hazelnootjes overdoen. Als het mij lukt, mensen. Ze zijn open. De melk heb ik ook al in de aanslag. Nu nog wachten tot mijn boter is gesmolten. Ah ja, wat we ook al kunnen nemen is de ovenschotel. Want die moet nu nog, de macaroni moet nu nog, even snel kijken. Nog 4 minuten en een half. En de boter begint nu ook al wat te smelten, dat is goed. Ik weet dat ik s'avonds nog veel kruiswerk heb aan mijn fornuis, want het is een klein beetje over, de macaroni. Ja, het water, ja. De schuim. Maar ik laat dat gewoon gebeuren. Allee, het is nu nog alleen maar roeren tot mijn boter is gesmolten.
Dan ga ik ook al de literje melk ook al open doen. Voilà, die staat ook al klaar. Dan ga ik nog eens even eens drinken. Amai. Ik heb dorst. Ik ga toch eens een douche nemen hoor. Dat is toch wel veel. Hopelijk verbrand ik mij niet. Woe! Dat is warm. Even afkoelen. Ja. Dan ga ik nog een keer stoppen. Mijn boter is ook ondertussen tijd aan het smelten. Ja. Geen 3 seconden op de grond gelegen. De 3 seconden regel. De boter is nu heel goed aan het smelten. Dan, als de boter is gesmolten, voegen we de bloem toe. Voilà, de boter is nu gesmolten. Dus dan voegen we nu, ga ik het op een zacht vuurtje nu zetten. Het stond nu op 6, ik zet die nu op 4. Dus voeg ik nu de bloem toe. Roer ik dat goed aan. Dat een goede massa vormt. Dan voeg ik de melk toe. Voilà. Dan klop ik eerst alles eens goed op, vooraleer dat ik al het melk heb toegevoegd. Dat dat een goede massa is geworden. Voilà, dat is een goede massa nu geworden. En nu gooi ik alle rest van de melk toe, want het moet er een liter melk in. En dat is een liter bus melk. Dus nu gooi ik alle melk erin toe. Breng alles tot aan de kook. Ik ga nog even soppen. Hier ligt nu echt al heel veel water. Want het ligt nu echt continu overkoken. Ik hoop niet dat ik mee ga verbranden. Hoppa. Oh, dat is lekker warm. Het is lekker warm. Woehoe. Nog een keer soppen. Wat het meeste weer al weg is. Thuis heb ik weer al niks meer. Dat betekent, hoort je het? Dat is de alarm. Dus dat het mag afgegoten worden. Dat is goed. Dus ik pak het er even af. Ik zet even de wekker af. Voilà. Dan gooi ik dat in een vergiet, alles. Ik heb vergeten te roeren daarin. Ja, nee. Ik moet daar regelmatig ook in roeren, of anders komt echt alles vast te zitten, wat ik nu aan het hand heb gedaan. Voilà, alles is los. Dan roer ik dat met koud water, dat dat stopt met rijzen. En dan laat je alles maar ook echt ergens uitdruppen. Kijk als de vuur uit staat, ja. Voilà.
Dat was warm. Dat was heet. Hoppa. Ja, er is veel water eruit gesmorst, maar het is onder controle. Terwijl ik eens even zo eens in mijn saus roeren. Zelfs heb ik hier ook weer al spek aan mijn been, dat het aangekookt is. En dan heb ik dus ook weer al niet nodig dat het aankookt, want dan is dat niet lekker. Ik kan het eigenlijk ook nog de nodige kruiden toevoegen. Voilà. Het meeste is nu weg. Kan ik mij nu verder ook concentreren op de saus. Dus ik ga nu ook de kaas al toevoegen. Voilà. Deze laat ik dan ook weer al smelten, dus daar voeg ik dan ook de nodige peper toe. En niet te veel. Ook niet te veel nootmuskaat, want daar krijg je goesting van. Dat is maar een tip dat ik je geef. En ook niet te veel zout. Dan voegen we ook nog de dingen toe. De hespenblokjes. Maar we roeren wel heel zachtjes, want ik zit hier met een kleine pan. Alles is nu tot één massa aan het komen, dat is goed. Ik ga het ook nog op een harde vuurtje zetten. Nu staat het op 6. Van de 6. Ik ga nog even wachten met de hersenblokjes. Goed blijven roeren dat het van onder niet aan kan branden. Ik ga ook al even de dampkap afzetten. Dan hebben we hier al wat stilte. Nu zijn we nog gewoon aan het wachten tot de oven ook op 175 graden is. Dus voorverwarmd. En daarna moet het nog verder op, ook nog op 145 graden. 15 minuten lang en dan heb je een lekkere macaroni met kaas en hesp. Wat ik altijd doe, ik geef eerlijk toe, ik word er altijd iets meer hespenblokjes in dan ze erbij schrijven. Waarom? Ik heb dat graag. Wie is dan nu net niet graag bij de macaroni? Die hespenblokjes, oh, zo heerlijk. Oftewel maak je het zelf, oftewel, ja, koop ik het zo al in de blokjesvorm. Dus ik zal eens even nog eens de ingrediënten voorlezen. Macaroni 300 gram. Gekookte ham in blokjes 200 gram. Bloem 75 gram. Kaas 200 gram. Boter 75 gram. En eer 1 lepel om mee af te werken. Melk 1 liter. Nootmuskaat, peper en zout. Ik ga de voorbereiding eens even nog eens voorlezen, terwijl dat die mijn saus goed aan het verharden is.
Kook de macaroni beetgaar in gezouten water. Warm de oven voor op 175 graden. Laat de boter smelten in een pannetje. Strooi er bloem bij. Roer glad tot laat kort opdrogen op vuur. Giet nu een beetje de melk erbij. Blijf steeds roeren. Breng langzaam aan de kook en blijf roeren tot de saus glad en gebonden is. Laat 2 minuten zacht doorkoken, waar ik nu momenteel mee bezig ben. Strooi er van het vuur af de kaas bij. Roer tot de kaas volledig gesmolten is. Breng de smaak tot met nootmuskaat, peper en zout. Je giet de macaroni af en vermeng ze meteen met de kaassaus. Voeg er de hamblokjes aan toe. Schep de mengsel in een ovenschaal. Bestrooi kaas en beleg met vlokjes boter. Zet 15 minuten in een op 175 graden voorverwarmde oven. En dan kun je macaroni met kaas en hesp eten. Ik ga eens proeven hoe de smaak nu is, want het begint goed aan te dikken. Just goed. Dus ik ga hier nu nog die hespenblokjes er toevoegen. Dan is het nog goed onttooid. Voilà. Dat is dat ene. Nu nog gauw die tweede. Toevoegen. Ja. Oké. Zeg het u, de dingen staat er wel al af, het vuur. Ik ben nu gewoon nog die hespenblokjes nog aan toe aan het voegen. Dat ze ook nog goed van elkaar zijn in deze lekkere warme saus. Want die waren, ik ga het nog even opzetten. Die waren, oei. Ja, een klein beetje gesmolterd, gehoord het. Hoor dat eens knetteren. Oh, dat ruikt wel goed. Ik moet dat eerlijk toegeven, het ruikt wel goed. Oké. Voilà. Pakken we ook de pannen lekker erbij, voor alles eruit te krijgen natuurlijk. Dan strooi je dat over de macaroni, helemaal. Oh, dat is juist genoeg. Voilà. Ik heb één ding zeggen, het is niet aangebrand. Dus dat is weer goed gelukt mensen, het is zeer goed gelukt. Dan... even rondroeren, dat daar de macaroni ook lekker eronder zit. Ik had jullie al trekkers laten zien, al het eerste resultaat. Na toch een goede 26 minuten te koken. Dus kijken als jullie ook bij mijn thuis willen komen eten, mijn macaroni met kaas en hesp. Voilà, ik heb het nu goed rondgeroerd. Voilà, dat is het eerste resultaat. Nu trek gaat dat nog in de oven. Dus ik ga jullie hier nog even neerzetten. Voilà. Dus nu trek gaat dat nog in de oven. Maar er moesten nog, wacht hè. Bestrooi het met kaas en beleg het met blokjes boter. Dus hier moet nu nog blokjes boter op. Dus we nemen de boter terug erbij. Thank you.
Daar maak ik dus nu blokjes van. En voilà. Ik heb er nu wat blokjes gemaakt. Dan heb ik ook nog de kaas nodig. Dus de kaas moet ik dan nu gewoon nog wat overstrooien. Voilà. En dan beleg ik dat ook nog met wat blokjes boter. Voilà. Alle kaas zit er nu op. Wat ik had in dat één pakje. Nu nog wat met blokjes boter. Hup. Hup, wat ze zeggen. Dan doen we dat ook. En dat gaat dan nog 15 minuten dus dan in de oven. Dan is het tina. En ondertussen wat ik al heb als afwas heb, dan kan ik dat nu ook al gaan afwassen. En dan is het ook mijn fornuis als dat goed is afgekoeld. Dus nu gaat het 15 minuten en in de oven. En dit is de resultaat. Lekker macaroni met kaas en hesp. Laat het u smaken. Bon, mensen. Haar PC is bijna klaar met de software en al. Dus ik selecteer alles. Updaten, jawel. Allee. Update nu. Als dat gaat lukken. Ja, nee, dus dat moet ik niet hebben. Ah, oké, wacht. Dus ja, ik ga subiet haar PC dan verder updaten. Dan ga ik mijn vlog al in elkaar steken. En dan ga ik richting bedje samen met Bea. Dat is niet gelukt. Voor, je weet wel, ja. Dat is voor morgen. Omwille van, ik heb dan koken in de plaats genomen voor dat te doen. Dus ik hoop dat jullie daar echt hebben van genoten van deze vlog. Ik probeer het elke dag nu toch wat leukere vlogs af te leveren. Zoals ik heb al een zwemvlog afgeleverd. Ik wil nog leukere vlogs afleveren. Misschien dat we nog wel volgend weekend nog eens gaan zwemmen. Ik ga eens luisteren naar mijn schat als zij dat wilt. Ze knikt van, misschien. Misschien, oké. Maar er is wel een maar. Wij zijn wel volgend weekend uitgenodigd op de Christmas Farm Tree. Dus wij mogen daar gaan filmen. Dus daar is blijkbaar nog iets bij gekomen wat vorig jaar er nog niet was. Die werkt ook samen met Jurgen's Christmas House. Ik weet niet als Jurgen's Christmas House deze jaar terugkomt. Het is nu Jurgen Bollen Decorations. Ik moet soms nog eens de goede opletten wat ik zeg. Dus Jurgen Bollen Decorations. Daar gaan de kerstbomen naartoe van de Christmas Farm Tree. En dan gaan we daar ook eens filmen bij deze. Bedankt je wel om een deel uit te maken van mijn leven. En hopelijk hebben jullie genoten van mijn kunsten. Oh. En mijn schatjes is altijd kijken van, allee, kom aan, rondaf. Alsjeblieft. Oh, dat is niet waar. Oké, dan. Dan ga ik nog eens een uurtje verder doorlullen, hè. Doe maar, zegt ze. Ik kan geen uur door niet meer lullen op mijn vlogcamera. Oei. Ik heb nog maar 33 minuten en 56 seconden. Oké, zegt ze. Nee, dat gaan we niet doen.
Dus bij deze heel veel bedankt om ja, naar mijn kookkunsten te kijken. Naar de macaroni met ham en kaas. Hoe noemen ze dat in Nederland? Hetzelfde. Oké, hetzelfde blijkbaar. Oké, bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet zeker niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ciao.